Yo mensen, ik kom van DNPNL en wie is dit? Kom maar! Goed geraden! Heb je het nou goed geraden? Doe zeker een duimpje op deze video. Vandaag gaan wij YouTubers tekenen en de anderen moeten het raden. Wie denk je het beste tekenen? Ja, sowieso jij. dit is niet te missen, dit kan maar. Oké, dat is wel waar. We mogen dus kenmerken tekenen en alles wat we willen. We moeten zelf een YouTuber bedenken. Maar kijk, jij schrijft dit nu in, mag dat? Oh, dat mag eigenlijk niet. Nee, nee, klopt. Dus je hebt wel maar we zeker hier. Stel nou, je had dat Heiken er niet geschreven. Dan had je het niet geweten. Nee, dan had ik het. Wat is dit? Maar heb je nog een zeepje? We hebben neergelegd. Nee. Doe dan een duimpje op deze video als je nog niet gedaan hebt. Ben je niet geabonneerd? Kan niet beneden. Abonneer ook op Rob en een goede boyfriend tag opgenomen. En hij gaat straks een YouTuber tegen. Ja. 3, ja. 2, 1, go. Ja, indirect. Ja, dit raad je altijd. Waarom? Maar ja, ik heb niet wel getekend. 7, geschreven. 8. Je mag niet tekenen, stop! Ja, dit kan maar één iemand zijn. Heb je nou knolpower als je getekend? Nee. Hij is wel goed voor de rest. Ja, wie is dit? Enzo Knop. Ja! Yes, lekker. Oké, nu mag ik. Kijk, ik ga natuurlijk niet schrijven, want dit was natuurlijk echt gay. Handtekening! 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 In de 2, 3, 2, 1, go. Maar ik voelde ik net echt veel minder tijd dan jij. Nee, jong. Ja, dit moet je weten. 2, 1, 0. Mensen, dit is toch 100% zeker. Je mag geen twijfel over bestaan. Hè? Gast. Wat is dit ook? Wat denk je dat het is? Ik heb geen idee. Jongens. Ik denk dat iedereen... Er staat hier een nul? Ja, dat is geen nul. Een tafel. Ja. Een tafel? Maar wat heeft die tafel ermee te maken? Jij hebt die tafel begrijpen. Iedereen weet het al. Ja, ik kan één ding zeggen, maar die is het zeker niet. Wat dan? Ik zou kingelen. Ja, dit is een laptop. Ja, waarom die tafel? Wat slaat dat op? Hij heeft zijn laptop op de tafel staan. Ik vind het helemaal niet obvious ofzo. Yes! Maar ik vind het eigenlijk een punt voor mij. Nee! Dat hij zo'n slechte tekening nog kan raden. Nee, maar het was wel leuk dat je zo in deze niet wist. Dat natuurlijk echt meteen duidelijk was dat dit kinger was. Nee, echt totaal niet. Zullen we doen dat je ook gewoon bekend Nederlands in het algemeen was? Zo heb je weer iemand in je hoofd zeker, hè? Dan ga je die challenge aanpassen omdat je even grappig wilt. 3, 2, 1, go! Oké, 30 seconden mensen, wie gaat hij tekenen? Staat op dit moment 1-1. Ik heb goed kinger getekend, jij goed Enzo Knol. Als je deze niet raadt, dan ben je echt gewoon... Wat een hint? Hij is helemaal nooit zo lelijk geweest trouwens. Ik heb alleen zijn hoofd. Daar. Hij heeft geen oren. Ik kan maar één iemand zijn. Oké, is het Raoul? Yes! Ja, tuurlijk is het Raoul. Hij lijkt ook best wel, zijn kapsel en zijn baard. Ja, zijn kapsel lijkt wel... Zijn ogen zijn wel redelijk groot. Ja, dat kapsel dat je al weet je wel... Dat je ziet eigenlijk dat hij een beetje kaal aan het worden, dat hij te vaak een pet draagt, weet je. Oké, ik heb een hele goeie. Mensen zijn er klaar voor. Jongen, dit is echt de beste ooit, jongen. Oké, dan mag ik zeggen dat het geen YouTuber. Ja. Oh, kut gezegd. Kijk goed naar de accenten. Hij is aan het huilen. Wat is dit? Is dat zijn hoofd? Nou, hij zit in ieder geval sip. En wat is dit? Zijn logo of zo. Ik moet zeggen, persoonlijk zou ik hem wel... Ik had op zich nog wel misschien een beetje haar erbij kunnen tekenen. Ja. Kom je dan later? Ik zit nu te denken, is hij kaal? Maar wat is dit ook? Ja. Maar dit ook, wat is dit allemaal? Dit is gewoon zijn lichaam. 6 strepen. Dat is zijn lichaam. Ik heb echt geen idee. Maar wat is dit dan? Ja, dit is belangrijk. Ja, maar wat is het? Diep teleurgesteld. Wil je eindelijk dat moeilijkers doen, omdat je denkt, nou, ik ga niet die makkelijke dingen doen. Weet je het gewoon niet. Wat is het dan? Als ik zeg dat dit een voetbal is. Is dat een voetbal? Ik denk op een gegeven moment dat niemand dat heeft geraden. Het is een voetbal en een jankert iemand van voetbal. Erik ten Hag. Nee jongen! Ja, maar hij heeft wel haar in de Oh ja, Erik ten Hag. Ik ging aan een kaal iemand, maar Erik ten Hag jankt ook nooit. Nee, maar ik krijg geen punt, maar hij is niet kaal. Ik wil wel gewoon je draad. Ja, ik heb nu niemand in mijn hoofd, maar die ga ik niet zeggen. Wie was het? Voetbalt iedereen wel ook bij PSV. Ja. Dat is een Luc de Jong. Nee, dat is fout. Maar hij heeft niet Luc de Jong gezegd! Welke club is het? Geen club. Oh, hij is een prestator ofzo. Is het niet Twan van PSV? Ja! Goed zo! Dat had ik nooit kunnen raden. Gast, jongens, dit is toch overduidelijk een voetbal. Even serieus, hoe kan je dit nou niet raden? Ik moet zeggen, ik baal er een beetje van dat je Twan niet hebt geraden, maar oké. Ja, ik... Einde van 20 jaar studiosport. Het duurt en het duurt maar met die Rob, het is ongelooflijk. 5, 4, 3, 2, 1, klaar, stop! Oh, je zei gewoon nog klaar wat klaar was. What the fuck is dit? Als ik dit zeg, snap je het perfect. Zie je dat? Ja, het is, zo ziet het heel goed. Gast, wat is dit? laat me dit even analyseren. Zeg maar, ik... Ja, hallo, je mag niet praten. Ik denk dat ik weet hierdoor wat het is, maar er zijn meerdere mensen die een haartransplantatie hebben gedaan. Ja, dus ik moet even eerst kijken wat dit betekent. Hoeveel hokjes zijn er? 12. En het heeft iets te maken met het tweede hokje van de 12. Wat heeft er 12 en staat er van die hokjes zo? Het is misschien makkelijker als je het zelf ziet, maar... Je mag niks zeggen, ik wil er zelf achterkomen. Ik denk dat het Nessie Nazi is. Oh, nou, dan is het sowieso fout. Wat heeft dat met die hokjes te maken? Ja, weet ik, wat zijn die hokjes? Nou, ik dacht, je gaat nu twijfelen tussen Nessie en... Church. Ja, dus ik dacht, ik teken... Een kalender en ik februari aankruisen. Snap je? Dit is februari, dit is de kalender, januari, februari. Oh ja, en dan is het first. Nee. Wat stop je in 12 hokjes? Maanden. Ja, nee. Godsam. Ja, ik zat ook te denken aan Milo, maar ik zat ook te denken: Milo heeft die haartransplantatie nog niet gehad. Die kon nog. We hebben nog geen vrouw gehad. Ja, ik heb een vrouw. Ja? Ja.
3, 2, 1, kom. Nou, ik ben benieuwd wat je gaat doen, vrouw. Je moet niet vrouwenvriendelijker worden nu, hè? Godverdomme lange armen. Als het een vrouw is, een hele lelijke vrouw. Ja, ik moet zeggen, dit is niet. Dit is niet een van mijn betere. Ik denk dat je al gezegd hebt dat het een vrouw is. Anders is het altijd een man. Ja. Even kijken, het is een man met vrouw met kort haar. Ja, dit is een Nederlandse vlag. Dat had je eigenlijk al niet mogen zeggen. Nee, maar. Daar was ik al van uitgegaan. Ja, oké. Ze is heel dik. Ja. Echt? Ja. Ja, als ik het zeg, zeg je van, oh ja, tuurlijk. Maar ik denk, ja, ik ben joh. Ik denk gewoon dat het, ja, lastig is. Jij zegt net, ik moet hier mijn best voor doen. Het is een Nederlandse vrouw die dik is. Maar wat heeft die Nederlandse vlag dan? Ja, dat is wel belangrijk. Ze is iets van een Nederlandse international of zo. Man, dat was niet zo dik geweest, maar. Ja, het is lastig. Ja, ik mag zo. Ik ga dit nooit raden waar jij een punt voor gaat krijgen. Ik heb hier niet zo'n twijfel, maar net jij twijfelde tussen mensen. Ik kan niemand verzinnen. Niemand die wat met sport heeft, met heel veel met Nederland. Met sport, misschien minister van Sport en Welzijn is geweest ooit. Die altijd mee naar de Olympische Spelen, heel dik is. Oké, maar dan krijg ik geen punt meer voor. Nee. Maar dan is het Erika Tops. Ja! Kijk, hey, wist je dat wel best goed, lekker. Ja, maar nee. Dat heeft echt alles met jouw tips te maken. Ja. Niks met... Erika, het spijt me. In enkel opstuk om een vrouw. Ja, ik zei het ook, ik ga een vrouw tekenen. Ja, hoe zou jij Erika Terpstra tekenen? Ja, weet je niet, waarom heb je zo iemand in je hoofd? Ja, ik weet niet. Ik heb wel weer iemand. Oh mijn god. Ja, wat is dit nou weer? Dit is gewoon fucking duidelijk. Als je deze niet raadt. Ja, gast, ik zie een vrouw met een zonder armen. Hé! Die heeft ze wel. Daar heeft ze een t-shirt aan waar twee stijve tepels heen komen. Ik gok Kim Holland. Oh, nee! Oh, wie was het? Dat is Bobby Eden. Oh, nee! Oh, ik zit altijd bij, gast. Hoeveel doen we er nog? Ja, allebei nog één. Jij begon. We noemen hierna nog één allebei. Dus jij mag nog één, jij mag nog twee. Ja. Dan moet ik even een goeie bedenken. Ja. Ja, ik heb een hele ja? Ja, ik heb een hele goeie. Oké, okay, 3. Nee, wacht even. Ik weet niet precies hoe die heet. Oké. Ik denk dat de meesten deze wel weten. Deze is echt goed hoor. En probeer niet dit te vergeet dit niet. Ik snap dat daar eerst ook. Dit is iemand die aan de rekstok hangt. Een turner. Oké. Alleen ik snap niet ja, wat kijk, dat op de grond kijk, liggen te maken. Kijk, dit is natuurlijk. Turners zijn meerdere. Want er gang er wel een paar. Maar dit is ook nog iets wat ja, belangrijk is. Ik denk dat dat een lijntje snuif van de tafel afhalen is. En dan is het Jury van Gelder. Ja! Maar, dan moet ik wel een kleine kant. Die zat aan de ringen, niet aan de rekstok. Ja, dan ik wilde ik ja. Epke Zonderland zeggen. Okay. Oh kut, nu heb jij ook nog gewonnen. Ja, je hebt. Oké. Ja, nee, je moet zo 2-2. Toch een lijntje snuif. Ja, maar dat was een goed lijntje snuif. Ja, dat ja, ja. Oh, 1. Het staat 2-2. Hé, je stift. Oké, Rob, ik ben zeer benieuwd. Naar uw creatie. Je mag nog niet. Oh, ja, dit is een val. Ik weet niet wie het is. Weet je wie het is? Natuurlijk weet ik niet wie het is. Oké, dan haal ik dat. Die grijze haar heeft haal ik even mee. Jij hebt ook gewoon zijn FIFA-stat opgegeven. Yes. Tuurlijk weet ik wie het is, jongen. Kijk. Oh mijn god. Ja. Ja, goed getekend. Ja, toch? Dus ik wil eigenlijk aanzien zo snel dat het is MVP. Maar het is uiteraard de beste voetballer van Nederland. Klopt ja, toch? Ben ik het niet mee eens. Oh, daar heb ik een fout. Wie denk je dat is dan? De beste voetballer van Nederland. Ja, wie is dat dan? Robin van Persie. Ja, dat klopt wel, maar dat klopt dan ook weer niet, weet je wel? Ah. Ja, puntje voor mij. Puntje voor jou. Oké, ik heb hem al. Ja? Ja. Oké, 3, 2, 1. Kijk, wat ik dus dacht, het gaat om het poppetje in het water, toch? Maar wat is dat daarboven dan? Ja, ik ga geen tips geven bij deze. Kijk, ik dacht toen je met water begon, dacht ik al, oh, het is Maarten van der Weijden. Die is kaal. Maar eigenlijk is mijn gok Maarten van der Weijden, want ik zou niet weten wie het anders was. Denk even na. Het is water met een poppetje. Dit is water, toch? Geen water. Oké, ik zit totaal verkeerd te denken. Het is iemand die op de grond ligt in het water. Nee, het is geen water. Maar ja, eigenlijk vind ik heb al gegokt. Ik kan, nu jij al hebt gezegd dat het geen water is. Ik heb letterlijk niks gezegd. Ja, maar jouw reactie. Ik snap alleen niet wat dit is. Weet je wie dit is? Ik denk het wel. Wie is het? Maar want dit vind ik niet eerlijk, want ik weet door je tip. Ja, maar jij had 50 staan bij Robin van Persie. Oké. Maar wat is dit? Dit kan ik niet plaatsen. Ik vind hem persoonlijk voor de weinigheid strepen dat ik gedaan heb, ja, maar echt heel mooi. Ik snap ook niet waarom je nog 25 van die strepen er doorheen hebt. Wat duidelijk was, dat het water was. Omdat jij meteen zei dat is water. Oh, zei dat dan? Ja. Maar ik denk nog steeds dat het water is, dus ik weet het niet. Maar als het geen water is, dan zal het wel gas moeten zijn. Nou, ik ken niemand die gras op die manier tekent. Wie is het? Ja, dan zal het wel Neymar zijn. Yes! Maar wat is dit dan? De scheidsrechter! Gast, dit is zo en hij heeft zijn handen en zijn fluit zo. Ja, ik had heel kort nog maar de tijd. Ik moet echt, daarvoor is het best goed. En daarmee eindigen we het gelijkspel. Rob, dankjewel! Goed gedaan. Voor het tekenen. Mensen, ik hoop dat deze video leuk vonden. Wij gaan lekker smikkelen. Wil je nou meer van dit soort video's zien? Doe een duimpje omhoog. Ja, en laat het even weten, want wij vinden dit leuk om te doen. En hou je te goed, kaarten bij, ik kom te goed. Oké, doei!